De Belastingdienst Suriname heeft vandaag in samenwerking met Shamnarine Associates en Staatsolie een masterclass Pillar to Global Minimum Tax, gevolgen en kansen voor Suriname georganiseerd. Het doel van deze masterclass was in de eerste plaats het stimuleren van het publiek debat over de gevolgen van de mondiale ontwikkelingen van Pillar 2 voor Suriname en daarmee belanghebbenden bewust maken van hetgeen hiermee op ons afkomt. Het thema is Together Towards Readiness. Volgens inleider Roy Shamnarine is deze minimumbelasting onderdeel van een door OESO en G20 geïnitieerd actieplan voor invoering van winsten voor grote multinationals. En dat betreft dus de strijd tegen het fenomeen dat zich internationaal voordoet, namelijk het ontwijken van belasting door multinationals. Volgens schattingen van de OESO wordt er jaarlijks een gigantisch groot bedrag gaan verloren aan belastinginkomsten voor de landen in de wereld. En de inleiders zullen straks laten zien in welke grootte we moeten denken als we het hebben over dat bedrag. Dat gaat verloren door eigenlijk ontwijkingsgedrag van multinationals bij het nakomen van hun belastingverplichtingen. Het initiatief van dit initiatief van de Global die is ondertussen geadopteerd door 145 jurisdicties in de wereld. Volgens minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning is een belastingswetgeving uitermate belangrijk. De bewindsman geeft verder aan dat de economische omgeving van ondernemerschap in een snel treinvaart in belangrijke mate een internationale karakter zal hebben. En dat het dus belangrijk is om die wetgeving in plaats te hebben en om ervoor te zorgen dat de belastingen die ons toekomen, dat wij die ook binnenhalen. Maar ook hier in de voorbereiding die ik had met Roy en met Sunil en met Gusina, blijkt, ja, let op, zijn ogen en haken aan. Klinkt prachtig allemaal. Het is belangrijk dat het geharmoniseerd wordt met andere wetgeving, in eigen land, maar ook met andere wetgevingen in andere landen. Zorgen dat je er goed en snel en slim bij bent, omdat natuurlijk iedereen dit ziet en iedereen de voordelen eruit zou willen halen. En dat het voor ons belangrijk is dat wij definiëren wat is voor ons belangrijk. Hoe zorgen we dat wij dat wat wij voor onszelf belangrijk vinden, dat wij dat ook echt binnenhalen. De masterclass is gehouden voor fiscale en financiële functionarissen bij de overheid, leden van DNA en de staatsraad, managers van grote lokale en internationale bedrijven, fiscalisten, accountants, economen en juristen.